Stof zijt gij, en tot stof zult gij vergaan. We gaan allemaal dood, bijna allemaal. Maar dat willen we liever niet. Waarom eigenlijk niet? Waarom willen wij niet dood? We willen allemaal niet dood. We zijn er ook een groot deel van de tijd mee bezig, met dat niet dood willen gaan. En we kijken uit met oversteken, we stoppen met roken en gaan liever niet op vakantie naar Irak. We willen zo lang mogelijk blijven leven. Maar hoe komt dat? Is het leven zo leuk? En hoe lang willen we blijven leven? Zouden we onsterfelijk willen worden? Zou het kunnen? Of leef ik misschien oneindig lang door in een hemel of zoiets? Hele lastige vragen. En persoonlijk zitten mij wel eens dwars. Dan denk ik in één keer van, oh shit. Er komt een dag dat ik dood ben. En dan in een kist een begraafplaats als dit opgetild wordt. En dan verdwijnt in een diep gat in de grond. Maar die angst voor de dood, die voel ik zelf het meest heftige wanneer ik in een vliegtuig zit. Vooral bij de landing of bij het opstijgen. Niet altijd hoor, ik heb niet altijd last van. En dan denk ik van, jeetje mineetje, als er nu iets gebeurt, dan zit ik in deze kist en kan ik geen één kant op. En dan heb ik nog 30 seconden om te leven. En dan realiseer ik mij dat ik nog 30 seconden heb om te leven. Dan voel je die angst voor de dood. En dan kijk je werkelijk de dood in de ogen. Het was 3:30 s'nachts, 16 juli 57. En iedereen was heel blij dat hij eindelijk weg kon gaan naar Nieuw-Guinea. Om een verdiend verlof te gaan. Vanmorgen werden we diep getroffen door het ontstellende bericht van het vergaan van het KLM-vliegtuig Neutron bij Biak. Ik zat achter dit raampje hier. En toen het in het water raakte, is die hier achter de vleugel afgebroken. En het stukje waar ik in zat, die staart. Die er even blijven drijven. En ja, je denkt alleen maar aan jezelf. Je hebt geen tijd om je heen te kijken. Want je wil uit dat vliegtuig, je wil weg. Uit dat stuk vliegtuig. Dus ik wou die belt losmaken om uit het toestel te springen. Maar omdat mijn handen zo brand waren, het ging helemaal niet. En toen dacht ik even, verdorie, dat is vervelend, want ik wil nog eventjes echt doorgaan met dit leven. Maar ik bleef doorpielen om die belt los te krijgen. En ineens klik was die los. Maar links van me was de hele romp opengescheurd, dus ik keek zo het water in. Op het water brandde allemaal weer benzine. En toen dus ben ik opgestapt om eruit te springen. Niet duiken, want ik wist niet wat er onder het water zat. Het was allemaal nacht. En zodra ik in het water was, ben ik onder het vuur doorgezwommen. Tot ik geen adem meer had. En toen was ik buiten het vuur. En die papa's hebben alle overlevenden uit het water gehaald en naar de kust gebracht. Bent u het leven meer gaan waarderen na dat ongeluk? Ja. Als er een deuk in mijn auto zit, dan moet ik wel lachen, want het interesseert me helemaal niet. Want ik heb die vliegtuigtoestand overleefd. En 58 andere mensen hebben dat nooit overleefd. En dat is iets, ja, wat onbegrijpelijk is. Als je de dood in de ogen ziet, dan wil je weg. Weg, weg, weg. Overleven. Dat is een hele heftige lichamelijke reactie. Je kunt nauwelijks meer nadenken. Je hebt een instinctieve overlevingsdrift. En die hebben we allemaal. En met we bedoel ik niet alleen mensen, maar ook dieren. Die hebben ook zo'n instinctieve overlevingsdrift. En dat is ook heel logisch, want als we dat niet zouden hebben, zouden we er niet meer zijn. Het is best voorstelbaar dat er ooit dieren geweest zijn die dat niet zo hoefden, dat hele overleven. Ja, en die dieren hebben het dan ook niet overleefd. Maar naast die hele directe angst voor die dood, de angst die je voelt wanneer je werkelijk de dood in de ogen hebt, is er ook een andersoortige angst voor de dood. Een angst die dieren vermoedelijk niet of in ieder geval minder hebben.
En dat is een angst voor de tijd dat je er niet meer bent. 119 minuten doelpuntloos voetbal. Strafschoppen in Duitsland tegen Duitsland in de wereldbekerfinale. Dat geloof je niet. Kom op Frank, nog één keertje alsjeblieft zo'n ouderwetse paas. Ja, zo één. Opening op Kluivert en Oog van de Vaart. Met nog 30 seconden betrokken. Dit is het jongens. Wereldkampioen. We zijn wereldkampioen. Nu kan het niet meer mis. Oh, ja nog maar één keer. Laat maar zien. Pieter, het director. Sjoerdas nog eenmaal, het director. Ja. 2006. Het is toch afschuwelijk dat er allerlei geweldige dingen gaan gebeuren die je niet meer mee zult maken. Is Nederland eindelijk wereldkampioen? Kan maar zo. En dan ben ik al overleden. Toch is het raar dat ik een naar gevoel overhoud aan de tijd dat ik er niet meer ben. Want ik zal er zelf helemaal niks van merken. Lucretius, dat is een Romeinse filosoof uit de tijd van Christus, had er een mooie opmerking over. Die zei, waarom zou ik bang zijn voor de tijd dat ik er niet meer ben? Ik ben toch ook niet bang voor de tijd dat ik er nog niet was. En in diezelfde manier is doodstraf ook helemaal geen doodstraf. Want tegen de tijd dat die uitgevoerd is, is er niemand meer om die straf te ondergaan. De feitelijke straf is natuurlijk de angst voor de dood. Doodstraf is helemaal geen doodstraf. Doodstraf is doodsangststraf. You give me a second chance. I give you $10 million, Tony. Huh? Please, Tony. Come on, I'm begging you. Get him! Jesus! Get him! No! No, you. Oh, no, don't kill me, please. I won't kill you. Oh, Christ, thank you. Get off. Thank you. Manolo, shoot that piece of shit. No! No! Kijk. Misschien is onze angst voor de tijd dat we er niet meer zijn wel een bijproduct van het feit dat wij kunnen denken. Mensen kunnen heel goed denken. En dat is uitzonderlijk van ons. En in onze gedachten kunnen we naar de toekomst reizen. Dat is handig, want op die manier kunnen we plannen maken en beslissingen nemen over de toekomst. Maar het nadeel is dat we ook in gedachten naar een toekomst kunnen reizen waarin we zelf niet meer bestaan. En dat is natuurlijk het beangstigende. En hoe je het ook wendt of keert, de toekomst waarin wij nog wel bestaan, die wordt korter en korter en korter. Tot er op een gegeven moment een moment komt dat je slechts kunt denken aan een toekomst waarin je zelf niet meer bestaat. Ik heb een spierziekte en dat is een progressieve spierziekte. Dat wil zeggen dat zo langzamerhand alle spieren in mijn lichaam het zullen begeven. En tot het hart toe. Ik weet gewoon dat het op een gegeven moment gewoon een keer echt heel nadrukkelijk afgelopen zal zijn. Maar ja, wanneer dat is, dat weet natuurlijk niemand. Maar ik weet gewoon dat het het kan over een maand, het kan over een paar jaar, maar het het zou in principe veel sneller kunnen. Hoe besteedt u uw dag? Ik maak kunstwerken is een groot woord. Ik probeer mij creatief te ontplooien met behulp van de computer. En vroeger kon ik dat nog met mijn penselen en potloden, maar dat doe ik dus nu met de muis. Op wat voor manier leef je als je zo'n ziekte hebt? Ik weet op een gegeven moment gewoon dat de tijd dringt en je wilt gewoon nog heel veel doen. Je wilt je dochter zien opgroeien. Je wilt met je vrouw naar een film bijvoorbeeld. Een bioscoop. En het lijkt soms alsof je daar bijna haast mee krijgt. Je pusht naar een invulling van je leven, een waardevolle invulling van je leven. En ondanks die ogen in mijn rug, die ogen van de dood in mijn rug. En je wilt hem niet ontvluchten, dat kan ook niet, maar je wilt hem wel eens eventjes een beetje een stap voor blijven. Het is
is natuurlijk vreselijk om te moeten leven met de kennis van meneer Geesink. De kennis dat de dood nabij is en dat je niet meer de dingen kunt doen die je wil doen. En bovendien wordt het allemaal minder en slechter en moeizamer. In die zin is hij heel dapper en is het een doorzetter. Maar het doet ook denken aan een hele fanatieke voetbalsupporter, wiens club met 10-0 achter staat, die weet dat er alleen nog maar tegengoals gaan vallen en die toch blijft zitten in het voetbalstadion. Maar het kan allemaal nog een stuk uitzichtlozer. Ladies and gentlemen, we got him. Het is heel curieus dat Saddam Hussein wilde blijven leven toen hij daar uit de kuil gehaald werd. Hij had alles al bereikt wat hij kon bereiken. Hij had paleizen gehad, vrouwen, geld. En hij wist zeker dat de rest van zijn leven ellendig zou zijn. En bovendien had hij daar in die kuil een pistool, dus kon hij er een eind aan maken. Maar hij wilde blijkbaar blijven leven. Hij wilde niet dood. En dat is toch prettig eigenlijk, dat we zo zeker weten dat mensen niet dood willen. Want het kan een soort fundament zijn waarop we onze kennis baseren. Ik zit wel eens in een taxi in Amsterdam. En die rijdt soms heel erg hard en voor mijn gevoel heel erg gevaarlijk. En dan wil ik eruit. Dan denk ik, ja, dat overleef ik niet. Maar dan blijf ik toch zitten, omdat ik zeker weet dat de taxichauffeur zelf ook niet dood wil. Dus dan zal het toch wel recht komen. En het is eigenlijk überhaupt belachelijk dat ik in het verkeer durf te rijden. En je rijdt 100 km per uur die kant op een tweebaansweg. En 100 km per uur de andere kant op, komt iemand op je afrijden. Dat doe je alleen maar omdat je zeker weet dat die andere ook niet dood wil. Maar toch bestaan er zeer uitzonderlijke levende wezens die zich niet zo verzetten tegen de dood. Eten jongens, eten! Mama, mama, kijken! Die Amorobius ferox, dat spinnetje, dat is een vreemd beest. Die moeder, die offert zich zomaar op voor haar kinderen. Dan kun je daar natuurlijk een positieve draai aan geven door te zeggen dat zij voortleeft in haar kinderen. Maar bij voortleven stellen we ons toch iets anders voor. Voortleven kan op ruwweg twee manieren. Eén, door middel van het voortleven van mijn lichaam. Of twee, zonder een lichaam. 2/3 van de mensen gelooft voort te zullen leven zonder lichaam. Dus die gelooft voort te leven op het moment dat hij of zij in de grond ligt weg te rotten. De meest makkelijke manier om voort te leven zonder lichaam is voortleven in de gedachten van andere mensen. Ik leef voort in de gedachten van andere mensen. Maar dat is toch een beetje flauw. Want dan stop ik met voortleven op het moment dat die mensen stoppen met denken. En die 2/3 van de wereldbevolking die gelooft ook echter te zullen voortleven. Door middel van een reïncarnatie of zoiets. Of door middel van een ziel die naar een hemel gaat. Maar toch vraag ik mij af wat ik me daar nou bij voor moet stellen, bij het voortleven zonder lichaam. Ik geloof vast dat er leven na de dood is. Onze stichter Jezus, die is gekruisigd. En wij geloven vast dat hij verrezen is. En dat hij daarmee ook ons de gelegenheid heeft gegeven om eeuwig te leven. Dat is de kern van het christendom. Paulus zegt ergens zelfs in zijn brieven dat als we dat niet geloven, dan is het christendom zonder zin. En het is ook de grond van onze hoop. Als het goed is, zijn we daarom ook elke dag blij, als het goed is. Om aan mensen te laten merken van de dood is niet het einde. We zijn hier een klein tijdje. En de pijn die we hier moeten te lijden, want dat is natuurlijk toch soms wel een dal van tranen waar we hier doorheen moeten, is eigenlijk nog niks in vergelijking met de heerlijkheid die ons te wachten staat. Hoe ziet de hemel eruit? Vroeger werd de hemel natuurlijk wel eens voorgesteld als een plaats waar gegeten werd met gouden bordjes en met zilver bestek en met grote bergen rijstbrei. Voor zover ze dat dan lekker vonden. Daar is natuurlijk geen voorstelling van te maken. De hemel is de plaats waar de zielen van die overledenen die
zoals wij dat noemen, in de Heer zijn gestorven en nu verder leven, ook in de aanschouwing van God. Als je daarnaar mag kijken, dan ben je dus een hele eeuwigheid bezig om daarvan te genieten. Hoe het er precies uitziet, weet eigenlijk niemand. Misschien ook lekker eten, dat zou me niks verbazen. Of dat je lekker kunt zwemmen, hè? Ik weet niet. Ik denk dat het doodgaan voor mensen die echt naar God verlangen, zal betekenen dat die ook echt God zullen zien. Niet dat ik nou direct sta te springen om morgen dood te gaan. Ik hoop hier nog veel dingen in deze wereld te kunnen doen. Maar ik weet dat als ik nu zou weten dat ik over als ik een uur zou sterven, ja, ik in zekere zin met verlangen zou uitzien naar die ontmoeting met God. Dat is echt een vervulling van mijn leven. Het is lange hoop in zekere zin dat ik die ontmoeting zal meemaken. Dat is natuurlijk fantastisch. Het oneindig grote geluk dat oneindig lang duurt. Dat willen we allemaal wel. En heel veel hopen er ook op en geloven er ook in. Maar toch zitten er wat mij betreft een aantal haken en ogen aan dat voortleven in de hemel. Ik heb er geen lichaam. Ik zou er oneindig lang gelukkig moeten zijn. Maar heel veel van mijn geluk komt van mijn lichamelijke geneugde. Het krijgen van een massage, het eten van lekker eten. Dat kan daar dus allemaal niet. En bovendien vraag ik me ook af of het niet heel erg saai is op een gegeven moment. Oneindig lang gelukkig zijn, dat gaat op een gegeven moment wel vervelen. En bovendien zijn mijn konijnen daar. Ik heb twee schattige konijntjes en zijn die daar ook in de hemel? Maar stel je voor dat er een hemel bestaat. En dat ik daar ooit zal belanden. Dan is daar in die hemel dus een Bas Haring die gelukkig kan worden zonder lichaam. En die zich bovendien nooit verveelt. Ik vraag me dan af of het dan wel dezelfde Bas Haring is als deze Bas Haring. Wie is het daar in die hemel? Ik heb daar eerlijk gezegd wel mijn vragen over. Of het nou echt wel zo leuk is. Dat eeuwig en voor altijd voortleven zonder lichaam. Maar de vraag is wel, van is een onsterfelijk lichaam nou zoveel leuker? Ik kom voor Henrietta Lacks. Wordt gespeld L-A-C-K-S. Ik ga op bezoek bij Henrietta Lacks, de onsterfelijke vrouw. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar het is wel echt zo. En achter dat gordijn, daar ligt ze. In dit kastje, waar het altijd 37 graden is. En dit is er dan. Henrietta Lacks. Staat er ook op. Hela cellen. Zo staat het bekend. Henrietta Lacks. Het is natuurlijk maar een heel klein beetje van Henrietta Lacks. Henrietta Lacks is een Amerikaanse dame die in 1951 min of meer gestorven is. Aan kanker. En haar kankercellen bleken buiten haar lichaam te kunnen blijven leven. En zich ook te kunnen vermenigvuldigen. Dus het werden er steeds meer en meer en meer en meer. En als het goed is kan ik hier, ja, ik zie nu allerlei Henrietta Lacks kankercellen. Maar het werden er dus meer en meer en meer. En heeft dat materiaal van haar heeft men gebruikt in allerlei medische experimenten overal over de wereld. Dus Henrietta Lacks ligt verspreid overal over de hele wereld. En in totaal is er ook meer van haar dan er ooit tijdens haar leven is geweest. In zekere zin is Henrietta Lacks dus onsterfelijk. De vraag is wel, wat heeft zij daar in hemelsnaam aan? Maar de vraag is ook, stel je voor dat haar werkelijke lichaamcellen, niet de kankercellen, maar haar werkelijke lichaamcellen, net zo onsterfelijk zouden zijn als die kankercellen daar. Zou Henrietta Lacks daar wat aan gehad hebben? Dat ze bij wijze van spreken 1000 jaar of zoiets had kunnen worden. Maar waarschijnlijk had ze daar ook helemaal niks aan gehad. Als je 1000 bent, weet je niet meer hoe het was om 100 te zijn. En weet je niet meer waar je op vakantie bent geweest. En kun je niet meer herinneren hoe de man of vrouw heette waarmee je voor het eerst getrouwd bent. Dus wie is het dan als je lichaam 1000 jaar kan worden? Als het om onsterfelijkheid gaat, is de vraag, wat is het dat moet voortbestaan opdat je onsterfelijk bent?
Boni M is onsterfelijk. Of in ieder geval houden ze het een hele tijd vol. Boni M bestaat al sinds de jaren 70. En het bestaat nog steeds een band met dezelfde naam en die dezelfde muziek maakt. Maar toch zijn alle leden van de band afgelopen decennia vervangen door andere leden. En ondanks dat bestaat Boni M dus nog steeds. De essentie van Boni M is blijkbaar overgebleven. En dat waren niet de bandleden. Maar wat was dan de essentie van Boni M? Boni M was een idee plus een naam. En het idee bestaat nog steeds, het concept bestaat nog steeds. Ondanks het feit dat al die bandleden vervangen zijn. Kan het niet zo zijn dat dat bij ons op dezelfde manier werkt? In mijn lichaam wordt ook steeds van alles vervangen. Alle cellen in mijn lichaam, bijna alle cellen in mijn lichaam, zijn ondertussen in mijn leven alweer vervangen door andere lichaamcellen. De cellen van mijn bloed vervangen zich eens in de zoveel dagen. Alleen de cellen in mijn hoofd, mijn hersencellen, die vervangen zich zelden of nooit. Maar ook in mijn hoofd verandert steeds van alles continu. Sommige herinneringen vervagen of we krijgen nieuwe indrukken. Er verandert steeds wat. Eigenlijk is er maar één ding wat altijd hetzelfde is gebleven. En het is het idee dat ik altijd dezelfde ben gebleven. Het idee Bas Haring is overgebleven met zijn naam. Maar het kan heel goed zijn, ik weet niet zeker of het zo is, maar het zou kunnen zijn dat de Bas Haring van 10 jaar geleden vandaag eigenlijk alweer gestorven is. En dat de Bas Haring van vandaag over 10 jaar ook dood is. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik zeker, en dat is dat ik nu leef. Degene die zich vandaag Bas Haring noemt, die leeft nu. Ik leef nu. Laat ik er dan ook nu maar wat van maken. Waarom we niet dood willen? Ik denk dat elk wezen wat is, er vandaan verlangt om verder te bestaan. Ja, ik wil nog wel een tijdje door blijven gaan. Ik heb een paar kinderen, ik heb een paar kleinkinderen. Eens kijken hoe die het verder doen. Waarom willen we niet dood? Omdat het voor een heleboel mensen het leven een bepaalde zekerheid is. En de dood is een onzichtbare vijand. Iedereen heeft zijn mond vol van normen en waarden. Volgende week in Stof de vraag: wie mag je slaan?